Erwin, 1-3 tegen PSV. Wat is je gevoel na de wedstrijd? Teleurgesteld. We voetballen om een resultaat te halen en dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus dat is een teleurstelling. Aan de andere kant weten we ook wel waar we vandaan komen. In de zomer natuurlijk. 13 spelers weg, 10 nieuwe. Behoorlijk aantal spelers nog die nog niet beschikbaar zijn voor ons. Nou, dan vind ik dat we, als je start met Sparta uit en daarna PSV thuis speelt en je laat deze twee wedstrijden op de mat zien. Ja, er zijn ook best wel een aantal goede dingen die we hebben gedaan. Ik denk dat we vandaag meer dan genoeg kans hebben gehad om PSV echt pijn te doen. Ja, oké, dat is niet gelukt. En je weet ook wel dat je een paar kansen weggeeft. Alleen de goals die gingen er ook wel heel zuur in eigenlijk. Mario, wedstrijd tegen PSV. Wat is het eerste woord wat jij aan deze wedstrijd zou hangen? Jammer, denk ik. Zeker als je 55, 60 minuten zo goed speelt tegen die kampioen van laatst jaar. Dan is het alleen balen naar zo'n wedstrijd. Niet uitgaat van een overwinning, maar toch lang is er gewoon. Je hebt heel lang op voorsprong gestaan en ook gewoon kans op resultaat. Nou, ik denk dat we tot de 3-1, tot de 94e minuut was het denk ik, dat we in de wedstrijd zijn geweest. En wat me heel erg bevalt is dat we, je komt 1-0 voor. En daarna, tweede helft hadden we moeite om het vol te houden. Want we wilden steeds druk geven op onze helft. En dat hebben we echt best wel goed gedaan. Maar ja, je weet dat dat heel veel kracht kost. Er wordt de ruimtes iets groter. En dan werd PSV wel een aantal keer gevaarlijk. Hoe is het voor jou om nu de spits te zijn in dit Heracles? Die eerste twee wedstrijden waren goed volgens mij. Natuurlijk weet ik ook dat ik normaal geen echte spits ben. Ik heb eigenlijk iemand nodig naast mij dan of iets dat ik achter iemand een beetje speel. Maar vandaag tegen PSV, we wisten natuurlijk dat ze vaak 1-op-1 spelen en dat we een beetje op de counter spelen. Dat is misschien dan wel meer weer mijn spel. Ik voel me best goed die eerste wedstrijden. We hebben het wel eens over dat Heracles vorig seizoen een klootzakje miste voorin, maar sowieso in het team. En jij bent op een goede manier ben je lekker vervelend. Hoor je dat ook van de trainer soms? Of? Ja, maar ik was laatst jaar ook al hier. Dan moest ik misschien vaker spelen omdat je dat ziet. Maar ik weet ook dat ik vervelend zijn kan en dat heb je nodig. Zeker tegen PSV, tegen ploegen die gewoon meer kwaliteit hebben. En als het niet over die grens gaat, dan is het ook goed. En ik probeer altijd mijn best te doen. En soms lukt het, soms lukt het niet. En, het irriteren van de PSV-spelers, Mario Engels die deed dat een paar keer. Een beetje zuigen bij de tegenstander, Ruben Rooske met Bakayoko. Was dat ook een van de middelen? Nou, ik vind dat wij niet vervelend waren of dat soort dingen. We hebben gewoon duels gespeeld. En wij hebben nauwelijks kaarten gekregen, maar we hebben gewoon duels gespeeld in de wedstrijd. Ja. Dus je probeert kort te zitten. Ja, we kunnen Bakayoko iedere keer wel 2 meter geven. Ja, dan maakt hij de meest weergaloze acties. Dat is leuk. En we kunnen Joey Veerman het aan de bal laten. En dan legt hij de bal overal neer waar je wil. Maar ja, we spelen bij Heracles, we spelen om te winnen. Dus we laten de tegenstander niet voetbal. En ik vind eigenlijk dat je zo iedere week moet spelen. Daar is niks mis mee, toch? Het heet in ieder geval niks een wedstrijd. En er hoort ook strijd bij. En dan had je ook nog een grote kans. Wij als spits verwachten onze afzuchtigheid. Maar die gaf je breed op Shiloh het Zand. Ja, ik dacht dat Flamengo zal een sliding doen en die was op mijn linker en ik wilde hem dan op mijn rechter kappen, maar hij blijft staan. Ja, en dan is hij natuurlijk in mijn schotlijn, zeg je dat zo? En dan wil ik hem naar Shiloh spelen, omdat ik in hoorde roepen en ja, dan geef ik geen perfecte bal en dan ziet het natuurlijk kut uit, maar ja, het gaat zo snel in het voetbal soms, was niet die beste beslissing, maar ja. Dit kan gebeuren, denk ik. Vooraf gaf je aan dat je graag het goede gevoel van Sparta uit ook wou behouden. Is dat nou na deze wedstrijd gelukt? Ik ben wel tevreden over de jongens. En de houding en de manier hoe ze gespeeld hebben. De manier hoe we geprobeerd hebben het plan uit te voeren. Ja, je weet, er zit nou eenmaal kwaliteitsverschil tussen PSV en ons. Dus ik vind niet dat deze wedstrijd ons slechte gevoel weg moet halen. Het is jammer dat we niet net nog wat mogelijkheden hebben gehad om. De spitsen moesten ongelooflijk veel werk verzetten. En dat we niet net daar nog even wat verse krachten in konden zetten. Als je ziet wat er dan bij PSV uiteindelijk allemaal nog in komt.
Dus ik denk dat ik de jongens echt absoluut niks kan verwijten. Die hebben het echt geweldig gedaan.